Met Transform kan je items draaien, schalen, verschuiven en nog veel meer. We gebruiken als value een Transform function. In voorgaande video's hebben we deze behandeld en er zijn natuurlijk een heleboel Transform functions. Nou, ik heb de link nogmaals geplaatst in de PDF, mocht je willen kijken naar deze lijst. Nou, we gaan hetzelfde bestand gaan wij afmaken, zodat het er nog iets toffer uitziet. Dus in Visual Studio Code gaan wij wat transforms toevoegen. Nou, we hebben die price item hover en daaraan gaan wij een transform toevoegen. Transform. En daar kunnen we dus functies in gebruiken zoals translate i. Dus op de i-as, de verticale as, gaan wij het element verschuiven en wel naar boven. En dat is dan min 32 pixels. Want als ik 32 pixels doe, dan gaat hij juist naar beneden. Nou, wat ook handig is, op het moment dat je bijvoorbeeld het element verschuift of groter laat worden of een hele grote schaduw hebt, is dat hij dan wel iets hoger komt in de z-index, zodat niet andere elementen boven die schaduw liggen. Dat lijkt een beetje raar. Dus die geven een z-index van 1, zodat hij dus hoger komt dan de andere items die ernaast zitten. En nou, vervolgens hebben wij dan nog een andere translate of een transform. En dat is op de button. Op het moment dat ik over de button hover, dan wil ik ook dat die gaat veranderen. Dus even kijken. Die hebben wij hier geplaatst. Dus de prijs button streepje link dubbele punt hover. En dan de button die erin zit, die krijgt een transform. En die gaat dan schalen. En dat is dan 1.02. Dus 1.02 keer de originele grootte. Slaan we ook even op. En we verversen het. Nou, we zien inderdaad dat ze omhoog schuiven. En op het moment dat ik over die button ga, dan zie ik inderdaad dat die groter wordt. Nou, wat ook nog wel even handig is, is dat je kan zien dat je hierop klikken doordat de cursor gaat veranderen. Dus we gaan weer even hier terug. En dan gaan we even naar de button. Cursor moet veranderen naar een pointer. En wat misschien ook nog wel mooi is, is dat die prijsitems precies 25% breed worden. En dat kunnen we dan hier met een width. Oh, ze hebben al een width doen van 25%. En dan zijn ze even breed. Dus dat ziet er goed uit. De button verandert. Misschien dat op het moment dat je over de button hovert, dat die echt wel die paarse kleur moet krijgen. Ook al heb je hem al een keer bezocht. Dus kunnen we nog even overschrijven door daar important achter te zetten. Dus we hebben even kijken, de button. Button is inderdaad hier. Button hover. Prijs item hover. Prijs item hover button. Dus hier even important achter te zetten. En hier ook important achter zetten. Dat hebben we natuurlijk in een van de eerste lessen geleerd. Dat dit dan voorrang krijgt. Dus we gaan weer even naar de pagina. En we zien inderdaad dat die dan alsnog wel paars wordt. Ook al heb je hem bezocht. Nou, hartstikke tof. Misschien wil je hem nog een beetje aanpassen. Zodat hij wat meer naar jouw smaak is. Wat mij nog opvalt, wat ik niet zo mooi vind, is dat deze button niet op dezelfde hoogte zit als de andere elementen. Dat zou misschien een leuke uitdaging zijn om dat aan te passen. Een hint die ik daarbij geef is flexbox en dan verticaal, dus flex orientation, dus als row of als column bedoel ik. En ervoor zorgen dat de button dan helemaal op het einde van die kolom, dus onderaan geplaatst gaat worden. Dus ik hoop dat je dit leuk vond en dat je trots bent op wat je hebt gebouwd en dan tot de volgende videoreeks.